in deze nieuwe video gaan polsen. Vandaag gaan we pompoensoep maken. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dus we gaan ook alle ingrediënten gaan halen. Dus alle ingrediënten staan op deze papier. En die gaan wij dan gaan halen. Ik ben eens benieuwd of ik ze allemaal ga vinden in de Aldi. Want de pompoen moet ik daar gaan halen. Dus we gaan zoeken achter de GD. Hier loop ik dan weer met zo'n kurk in mijn handen. Zo lijkt vroeger dat boodschappen gingen doen met ons moeder. Lopen wij hier nu. Want ja, het is wel belangrijk natuurlijk dat alles erin past. En ik ga er nu gaan halen met mijn fiets. Ik weet wel dat de pompoen niet zo groot is. Dat weet ik wel. Maar het is gewoon omdat dat gemakkelijker is. Even vandaar te voet. Dus, ik ben iets benieuwd of we alle ingrediënten vinden. Want bijvoorbeeld tijm heb ik nog nooit gezien. Dus daar ga ik even zoeken zijn. Ik weet niet of we dat daar ook hebben in de Aldi. Het is zelfs niet gesponsord, mensen. Het is gewoon mijn oma gaf de tip om dat te gaan halen. Dus daarmee. Als we dat niet hebben, moeten we gaan de lijzen. Maar we gaan bekijken of we alle ingrediënten daar kunnen vinden. Dus het is de eerste keer dat ik soep maak. Ik heb dat nog nooit gedaan. Vroeger op school deed dat wel eens een keer. Als je dan in het eerste jaar leerde dat zo wat. Maar dat is wat verwaterd. Ik kende dat. En het is terug. Dus voor de rest heb ik dat nog nooit gedaan. Toch niet alleen. Dus het zal een hele opgave worden. Maar ik kijk er wel naar uit. Vooral voor die pompoen. Om die helemaal uit te holen. Denk ik wel dat dat wel stevig werk moet zijn. Denk ik. Dus we gaan kijken of we dat vandaag volledig kunnen maken of niet. Maar dat moet ik nog eens bekijken. Dus hier is het hier echt zo. Nog steeds droog, ondanks dat het hier zwaar heeft geregend en alles al. Dit is altijd zo droog geweest dat ik hier weet. Maar echt alleen al heel veel blaadjes op de grond. Eigenlijk al voor de herfst lagen hier allemaal blaadjes. Dus van de zomer hebben ze die al losgelaten. Dus ja. Wel gezien hebben dat de komende tijd geen video online is gekomen. Oh, ik liet je bijna vallen, sorry daarvoor. Online is gekomen. Dat klopt. Het heeft te maken met de held die er nog is. Ik had tijd nodig, ik heb nog altijd een beetje tijd nodig. Maar ik dacht, als we dat toch maken, dan is het misschien beter dat we toch gewoon iedereen dat ziet dat we soep hebben gemaakt. Dat is wel een mooie herinnering aan hoe mezelf laver dat ik soep heb gemaakt. Dus en nu gaan we op naar de Aldi met dit karretje. Ik vind het toch altijd wel leuk dat dat karretje nog leeft. Ik hoop dat straks ook nog leeft. Dan is hier heel de rio van de groentjes. Heel veel groentjes die al volgepakt zijn, maar die hebben we niet nodig. Want we hebben echt deze nodig. Worteltjes gepakt. De pompoen natuurlijk uiteraard. 1 pompoen is genoeg. We gaan nu voor een heel team. Wortels heb ik meegepakt. Die zitten hier allemaal in. Ik ga hier al in zitten. Hier staat nog de ajuin. Maar ik ga eens kijken of we die in de diepvries hebben. En zo niet, dan ga je die zelf moeten doen. En hier liggen de grote ajuinen. En daar heb ik geen zin om die zelf te bellen. Maar ik hoop wat er zijn. En we hebben ook nog selder nodig. Maar die zie ik hier niet liggen. Een prei. Dus die zie ik hier niet liggen eigenlijk. Wel bloemkool en zo dingen allemaal. Maar echte prijs zie ik hier liggen. En veel komkommers. Er zit dus de komkommers. Alle komkommers. Maar dat zie ik dus niet liggen. Dus die heb ik ook nog aan het zoeken. Dus dit is de tuin. Er zijn echt heel veel verschillende groentjes. Dus ik ben daar heel lang mee bezig. We zochten. En dus hebben we dit al verzameld. Dus en dan gaan we straks snijden. Ik hoop nog altijd dat de juin in blokjes hebben, want dat ook nog iets wat we nodig hebben. Dus ik ben nog altijd, dus we hebben dus de ajuin, de wortels hebben we al, de witte selder hebben we ook, de prei hebben we al, en de lentille hebben we ook ondertussen. De pompoen hebben we al, en de groene bouillon en de peper. Dus ik hoop dat we dat hier, maar vooral de ajuin, dat je niet moet gaan pellen. Echt geen goestingen, dus dit is wat ik hier allemaal heb. Dus het karken staat hier helemaal gevuld. Het was echt een moeilijke bevalling. Ik heb even toch wel even mijn oma gebeld om te vragen van wat moet ik hebben van de selder, want dat wist ik niet goed. Ja,
eventjes moet je leren, hè. Dus dan moeten we alles gaan kruisen en snijden en doen. Dus dat is ook nog een heel werk, maar ik heb er wel hoop in dat dat ook wel heel goed gaat verlopen en zo. Dus daar heb ik geen schrik in. Alleen, ja, een snij heb ik wel nog nooit gedaan. Ik wil die zo mooi houden voor Halloween, maar ik denk dat gaat lukken, dat weet ik natuurlijk niet. En dan is het maar gewoon de vraag of de soep lekker gaat smaken. Dus ik heb wel verse groentjes gepakt en zo. Juist aan Juin, daar heb ik die vis gehaald. Dus er is allemaal veel vers als maar kan zijn. Dus dat vind ik wel spannend eigenlijk om te doen. Het is zelfs zo warm dat ik in een korte broek loop. Ik heb mij geloofd warm is, maar dat is wel zo. Dus daar profiteren we nog even van. Dus ik hoop voor het donker dat we de soep kunnen maken. Dat het geen plan wordt voor morgen. Dus het is wel een beetje spannend eigenlijk. Ja, ik geef het direct toe. Dus, maar de tijm had ik nog heel snel gevonden, want ik dacht dat dat de moeilijkste was om te vinden. Maar uiteindelijk, nee. De tijm was dan nooit het gemakkelijkste om te vinden. Dus ja, en alles zit nu in dit karretje. Alles zit erin. Dus dat is wat de mens moet hebben. En dan lopen wij hier zo. Deze parking. Dit is de korte broek. Dus wij gaan richting huiswaarts. Ik zie dat daar. Dat is altijd aan. Vlam. Dus, en nu gaan we die... zien wat dat gaat. Ik weet niet wat dat kan. Ik ga het gewoon proberen. Dan kunnen we die gemakkelijker snijden. Dat lukt. Zie je, zo raspen. Dat kan. Dus dat gaan we nu een tijdje doen. Dus het is helemaal gesneden, zoals je kan zien. En dat is eigenlijk al een stukje de voorbereiding voor alles wat er nog moet komen. Maar ik wou eerst die pompoen gesneden hebben, omdat ze op het vuur zetten, dat kan dat wel heel snel gaan. Dus dit moet ik ook allemaal nog snijden en dan kunnen we beginnen aan de soep. Dus is de poot er goed. We hebben ondertussen al prei en selder en ajuin gedaan. Dus die moet er nu in. En dit zijn de wortelen, die moeten we nog doen. Dat zit er momenteel in. We moeten nu goed koken en het komt helemaal goed. Dus dit is er allemaal in. Dus alle groentjes erin. En we hebben het ook dit hebben we erin gedaan. Een blokjes die ik in gedaan. Dus het ziet echt super super lekker uit al. Dus, en nu moet het koken tot alle groentjes gaar zijn. Het ziet er zo uit. Ik heb er wat. Het ziet er echt al heel lekker uit. Terug op je lek als jullie kunnen ruiken, dan had jullie dit lekker gevonden. Dus dat is eigenlijk wat er nu uitziet. En zie niks, hè. Kijk over de likes. Ik zie dat jullie ook alles kunnen zien.
hoe dat ik dat doe, ja, zo kan die staan. Als je natuurlijk kunt blijven staan, dan zal je alles beter zien. Kijk de soep, in de soep zit er al heel goed uit, kan je even draaien. Kijk hoe de soep er eigenlijk al uit zit, mensen. Kijk, de soep ziet er eigenlijk al zeer lekker uit. Je kunt er natuurlijk achteraf nog altijd water bij doen, dus maar eens proeven. Echt lekker. Zeer goed gedaan. Ik ga je terug hierop zetten. Wat een standje voor mijn. Dus ik heb die even terug opgewarmd. En de rest van de soep die gaat in de diepvries, dus daar doen we overblijven morgen. En dan kunnen we die binnenkort nog eens een keertje uitvriezen. Dan kunnen we die nog opeten. Hij is echt super lekker. Als je die in de diepvries steekt, wel helemaal koud. Want je mag die niet dan als gaat die zuur worden, dan kan je die gewoon onttooien. Dus hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En we weten, maak binnenkort wel eens een andere soep. Tot ziens.